er zelfs gespeeld, raakt dus rechtstreeks de achtermuur. Dat telt dus als een punt voor Vark. Foute service op achter de witte lijn. Tweede service wordt gespeeld. En je ziet rust in het spel is bepalend. Is effectief om te spelen. Tweede puntjes. Ik zag Erwin de bal, was hem eigenlijk al gepasseerd en hij gebruikte een noodoplossing die in schors veel gebruikt wordt. Dan staat de bal via de achtermuur over het net heen en daarna wordt hij uitgesmashed door Bart. Een hele mooie punt. Als je dus op dat de rallies duren best wel lang. Ik denk dat je daar een verschil hebt met tennis. Al blijft het spel natuurlijk, komt terug via de zijwand en achterwand. Zijn eigen lophaal. Je kruist niet van achter zijn.
bal, ja, Ben. Op het speel. De bal komt zo hard van de achtermuur terug. De tegenstander kan er niet meer aan. Door Erwin met veel effect geslagen. De bal komt bijna niet op, maar het kan er ook niet goed onder komen. Ja, mooi opgepakt.
Gaan we ook op de andere padelbaan starten met de eerste clinic van 16:30. Daarvoor wil ik graag naar de andere baan hebben. Frank Razenberg, Rob Heusdinkveld, Henk van der Velden en Jeroen van Weerlee. We starten om 16:30. Para verte.
Zo, dames en heren, terwijl het, de wedstrijd nog lekker doorgaat. Ik krijg net een vraag van een mevrouw die zich afvraagt, als u geen lid bent bij UTV en u wilt een keer padel spelen, kan dat dan? Ja, dat kan. U kunt banen huren, in ieder geval in de daluren, die bij Jeugdland regelen. En dat kan ook bij Pieter de Leijer, dat bestuurslid padel die je net stond met die hoed. Dus u kunt ook een baan huren als u geen lid bent. Dat is inclusief records en dan kunt u gewoon aan de slag. Ik maak even voor het moment gebruik om mijn rol hiermee af te sluiten. Er start zometeen een clinic op de andere padelbaan. Dan kunt u gerust ook even gaan kijken. Blijf lekker hangen. Neem een drankje, neem een hapje. Ik wil nog heel even onze sponsors bedanken. De firma Lomans heeft gezorgd voor de speciale padelballen. Lomans heeft ook een eigen steentje waar u kunt kijken of er nog iets bij zit om u nog beter in padelvorm te steken. En de firma Sligro en de Jumbo voor de aankleding van deze middag. Hartelijk dank. Tot voor nu. Bedankt. En graag tot ziens bij UTV. I'm gonna make sure you get that one down. Man, I'm gonna make sure you get that one down.